kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet er onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Het kan zijn dat vandaag de vlog niet redelijk lang gaat zijn. Omwille van, jullie hebben het gehoord. De vorige vlog, na de Q&A, heb ik nog een kleine toevoeging gedaan. Ja, ik ben iemand verloren in de carnavalwereld. En dat is niet goed. Overlijden van een COVID-19 overlijden. Dus, maar... zet mij er doorheen. Maar ik heb ook al ondertussen tijd gedaan. Ik heb ook al afgewassen. Ik ga nu nog de eettafel wat afwassen. Ik heb ook al een to-do-taakslijst opgemaakt. Dat we ook nog vandaag kunnen afwerken. De to-do-lijst van wat kunnen we vandaag allemaal doen van kuisen. Ik wil echt vandaag een kuisdag van maken. Dat ik mijn verzinnen toch iets kan allemaal verzetten. Want blijven piekeren is ook niet de bedoeling. Dus daar probeer ik ook zo wat heel hard tegen te gaan. Ja, dus ik ga jullie even laten zien wat voor lijstje dat ik heb gemaakt. Maar eerst één ding nog weggooien. Ah, wel. Dus de to-do-lijst. Ik ga dat eens even erbij nemen. Ziet, hup. Badkamer. Tegels eens goed schrobben. Afwasbak uitkuisen. Spiegel afwassen. Kastje eens afvegen. Slaapkamer. Kast, spiegel eens afwassen. Buitenraam eens afwassen. Nachtkastje eens afvegen. TV-kast eens afvegen. Waarom zeg ik altijd eens erbij? Maakt niet uit. WC. WC afvegen en lavabo afvegen. Keuken. Alle kasten eens leeghalen. Kasten uitkuisen. Koelkast leeghalen en uitkuisen. Alles weer netjes wegzetten. Daarna hebben we de eethoek. Eettafel leeghalen en eens afwassen. En ook de zetel. Ah ja, dat heb ik zo al gedaan dus. Dan de woongedeelte. Zetel afkuisen en naar voren trekken. Dus dat ik ook onder de zetel kan kuisen. Salontafel opruimen en afvegen. Alle bekers eens weghalen en stofvegen. TV-tafel leeghalen en afvegen van stof. PC-tafel leeghalen en kuisen. Cordium raam kuisen binnen- en buitenkant. En ik ga ook sowieso vandaag mijn pc-kast die daar staat ook eens openschroeven. En ook eens de stof er eens weer eens laten uitblazen. Dat staat er allemaal vandaag op programma, dus dat is redelijk wat. Dus daar gaan we een paar uren mee zoet zijn. Dus ik hoop dat ik klaar geraak voor 5 uren. Dat wel. Dus ik zal zeggen, ik ga nu eerst wat eten. En dan begon te kuisen. Zo mensen, ik heb mijn badkamer schoongemaakt. En ja, terwijl ik mijn badkamer aan het dweilen was, heeft mijn schatje iets gedaan. Oei. Niet verschieten hè. Wat vinden jullie ervan? Laat het hieronder in reactie weten. Wat vind jij er zelf van, schat? Ik vind het een beetje mislukt aan deze kant. Die bovenlijntje, maar voor de rest vind ik het wel goed. Wat vinden jullie? Dus laat het weten. Oh. En de volgende. En dan ja. Heel veel mensen zijn hier al op bezoek geweest hieronder. Maar ik zeg het niet luid. Dus ik ga gewoon de was brengen naar mijn ouders. Voordeur zetten. En dan ben ik al weg. En dan laat ik een sms'je achter. Dat is beter. En dan kunnen zij gewoon naar de voordeur komen en dan de was gewoon zo oppikken. Dit is een verplaatsing van om de beide 750 meter. Dus van hieruit naar hun en dan van hun terug naar hier. Ik zit onder de kilometer, zo gelijk in Frankrijk. Daar is in de strikte regel 1 kilometer verplaatsing. Dus en ik zit er zelfs onder. Dus.
En wat ik dan nog zelfs ga doen, is even in het zonnetje zitten. En ja, oh. Steffi. Ja, ik en haar hebben iets gepost op onze Facebook. Nee, gepost. Niet, ik. Ja, maar van Valère heb ik toch gepost op mijn Facebook-wall. En zij heeft ook nog iets anders gepost op haar Facebook-wall van haar opa. Maar dat heb ik ook op Discord gezet. En dat heeft zij ook op Discord gezet. Dus als je de tekst wilt lezen, kom dan hier onderaan naar de link toe. En je gaat integraal naar mijn Discord-server, naar de chatroom. Bij deze. Ik weet niet meer wat ik ga doen. Ik denk dat ik straks van ga vertrekken. Oh, wat een John Deere! Jawel, die passeert hier. Wat een John Deere! Beste mensen, ik kom nu juist terug van mijn ouders. En ja, ik heb controle gehad van de politie. Dus ik ben eruit geplukt. En die hebben gevraagd, zeg, waar zijn je naartoe gegaan? Of waar ga ik nu naartoe? Ik zeg, ik ga nu naar mijn eigen appartementje toe. En ik kom van mijn ouders. En waar zijn je bij je ouders gaan doen? Ik ben, kijk, eten gaan halen en was gaan brengen. En meneer, kunt je dat zelf dan niet? Ik zeg, nee, ik heb geen wasmachine. En koken kan ik ook al heel moeilijk. Ah, oké, okay, dat is dan toegestaan om naar je ouders te gaan. Maar hou voldoende afstand, heeft de politie. Daadwerkelijkheid gezegd. Dus bij deze hoop ik dat deze discussies nu wel een klein beetje achter de rug zijn. Want ik heb nu wel echt effectief controle gehad. Och, waarom hier ligt een taxke. Ik dacht dat er een vogeltje dood lag. Maar vond ik dat wel erg. Dus ik ben nu spaghetti gaan halen bij mijn ouders. Dus dan weten jullie dat. Ik heb mij mogen verplaatsen. En ik heb geen 250 euro boete. Voilà. Waar was die controle? Op de Meerdegatstraat, dacht ik dat was. Ja, dat is de Meerdegatstraat. Daar was controle. Aan de antiekwinkel, daar. Daar stonden ze aan de beide kanten te controleren. Iedereen werd er tegengehouden, waaronder ook ik. Dus dan weten jullie dat. Die kijken, die fietsers zo hun hand uitgestoken voor te zeggen, ja, ik slaat daar af. Kom ik er of kom ik er niet? Nee, ik kom er niet. Allee, een manoeuvre kunnen uitvoeren voor op in de parking te geraken. Waar gaan we dat voor in elkaar schrijven? Dat ik in 2 keer moet parkeren. Niet goed hè? En ondertussen tijd is dit ook gemaakt. Mijn papa heeft dat ook heel snel gemaakt. Bij deze. Ik ga nu eten. Salukes. Heel veel bedankt om naar deze ja, wel een korte vlog te kijken. Jullie weten ook waarom. Ik zit even in een rouwproces, want ik ben een, ja, ook weer al iemand die ik ook heel goed ken. Verloren. Ik heb hem nog vorige maand, eind vorige maand nog gesproken. We hadden het dan ook over voor nog wat gazetjes of krantjes in de brievenbussen te steken voor de CV de Fleur Mennekes. Dat is in de carnavalsgroep. En ja, dat heeft mij dus ook geraakt. Dus daarom dat ik ook heel weinig heb gevlogd, dat ik daar ook ergens een plasje kon geven. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Hier of hier. En dan zien we elkaar weer aan morgen terug met een gloednieuwe vlog. En dan krijg je terug weer allemaal meer vloggen. Tot morgen. Yo.